Is dit vrij duidelijk? Dit is gewoon een humanitair probleem. We hebben ons voorbereid op hun terugkeer en dat is heel goed. Het zijn Belgische kindjes. Het grootste deel van hen is onder 5 jaar. Wij hebben de erfzonden achter ons gelaten. Een kindje is niet verantwoordelijk voor de acties van zijn ouders. Dus we vinden het vanzelfsprekend dat met de rechten die ze hebben als een Belgisch-Vlaams kind, dat daar ook toegankelijke hulp, traumabegeleiding en natuurlijk zorg bij komt. Naast psychische omkadering, inderdaad ook fysieke omkadering, want vele van die kindjes zijn ziek. Dus dat u daarop voorbereid bent, daar zijn wij als fractie blij om. En wij zullen u daarin steunen om hen de best mogelijke hulp te bieden.